Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe trendeditie uittesten, namelijk de Hugs & Teddies collectie van Essence. Het is een super schattige collectie waar ook beertjes op stonden en ik was er gelijk helemaal enthousiast over toen ik hem zag. Dus ik heb hem direct aangeschaft. En in deze video ga ik met jullie deze collectie uittesten. Ik geef je uiteraard wat meer informatie. En we gaan dus kijken of het de moeite waard is om deze collectie aan te schaffen. Hij ligt op dit moment al in de winkel. Er staat niet precies bij tot hoe lang die verkrijgbaar is. Maar het is dus een trendeditie. Dus voor deze collectie geldt kopjes op. Dus mocht je producten willen hebben en je ziet ze, kun je ze het beste direct aanschaffen. Want ja, als ze op zijn, komen ze dus niet meer terug. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie en of het de moeite waard is om hiervoor naar de winkel te gaan, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb het persbericht er even bij gepakt en Essence zegt zelf over deze collectie, alles wat we nodig hebben is liefde. Tijdens de koudere maanden van het jaar is een beetje liefde dus extra belangrijk. De Hugs & Teddies Trend Editie zou de harten van alle beauty lovers veroveren met een super schattig berendesign. Extra zachte materialen en warme subtiele tinten. De collectie zou alle essentials voor een complete look bieden. En ja, dat is eigenlijk wat Essence er zelf over zegt. Ik zal ook eventjes de prijzen van de producten in beeld neerzetten. Ik heb allereerst het oog- en gezichtspaletten. Die ziet er dus zo uit. Heeft de naam gekregen 01 Warm Hugs Make Your Face Glow. Het paletten is gemaakt van stevig karton. Maar dit, zeg maar, dit design, dat voel, kun je gewoon aanvoelen. Essence zegt zelf over dit paletten dat hij alles zou bieden wat je nodig hebt voor een stralende look. Er zitten dus 6 oogschaduwkleuren in. In zachte nude en bruin en roze tinten. En hiermee zou je een prachtige ooglook kunnen creëren. Er zitten verschillende finishes in van matte, metallic en satijnen texturen. En er zit dus ook nog een blush en een highlighter in. Dus dat is allereerst dit paletten. Dan hebben we de Plumping Lip Gloss. Die ziet er zo uit. Heeft de naam, even kijken hoor, 01 Kisses by Teddy gekregen. Deze heeft een warme nude tint en een medium dekking. Een boterzachte textuur zou zich soepel over je lippen verspreiden. En zorgen voor een hoogglans finish met een plumping effect. Hij heeft de geur van vanille en munt. Daarbij hebben we ook de soft lip liner. Die ziet er zo uit. Heeft de naam 01 So Berry Soft gekregen. Het zou een zachte lip liner zijn die dus een perfecte aanvulling is op de lipgloss. Een zachte textuur heeft deze en hierdoor zou het omlijnen van je lippen kinderspel zijn. Hij zou ook een langhoudende finish hebben. Dan hebben we hier de nagellak. Deze draag ik op dit moment ook. Hij heeft dus een matte finish. Deze heeft de naam 01 Cozy as Fluff gekregen. Hij zou hoog gepigmenteerd zijn en een warme cacao kleur hebben. Creëer een manicure met hoge dekking en een matte finish in slechts 1 keer aanbrengen. Nou, hier kan ik al gelijk over zeggen, dat klopt niet wat Essence hierbij belooft. Want ik vind hem na 1 keer aanbrengen echt geen goede dekking hebben. Ik heb er 2 laagjes op gedaan. Maar ik moet ook zeggen, hij chipt echt super snel. Je ziet heel snel dat de randen wit worden. Die matte finish, dat ja, doet hem eigenlijk niet heel veel goed. Omdat hij heel snel dus van je nagels verdwijnt. Ik heb hem gewoon een paar keer bij moeten werken. En echt na een dag of 4 zag het er echt niet meer uit. Ik heb hem voor deze video weer even opnieuw aangebracht. Dus nu zit hij er weer perfect op. Maar hij blijft echt niet zo heel lang zitten. En die hoge dekking, die heb je echt niet na 1 keer aanbrengen. Ook heb ik nog schattige stickertjes voor de nagels. Ik heb deze nog niet geprobeerd. Maar ik wil dus jullie wel laten zien dat je die dus kunt kopen. Dus die heb ik ook. En het laatste wat ik heb, dat is de scrunchie. En die vond ik zelf echt super schattig. Die ziet er zo uit met een teddy look.
Hij voelt heel fluffy aan. En je zou binnen no time je haar in een nonchalante paardenstaart of bun kunnen stylen. Maar hij is dus heel erg lekker zacht. Goed, dat was even de informatie over de producten. Dan gaan we nu gewoon eens even kijken wat de producten doen voor mijn gezicht. Dus tijd om ze uit te testen. We gaan natuurlijk beginnen met het eye en face paletten. Aan de binnenkant ziet hij er zo uit. Dit zijn de oogschaduwkleuren en hier heb je dan de blush en highlight. Er zit geen spiegeltje in. Dat vind ik zelf wel heel jammer. Maar oké. Ik zal even een paar kleuren opnemen van de oogschaduw. Voor de zwartjes. Die zien er dan zo uit. En ik zal ook eventjes de blush en highlighter oppakken. Die doe ik eventjes hiernaast. Die zien er zo uit. Op mijn hand lijken de swatches niet heel intens. Dus ik ben wel benieuwd wat het natuurlijk zo meteen gaat doen. Dus ik ga even een haarbandje in doen. En dan gaan we eens even kijken wat dit doet. Haarbandjes in. Ik heb even een spiegeltje dus uit een ander palet erbij gepakt. Omdat die dus er niet in zit. En dat vind ik zelf wel heel jammer. Maar goed, het is niet anders. We gaan natuurlijk beginnen met de blushkleur. Dat is natuurlijk dan deze. Dus die ga ik aanbrengen. Ik heb zelf best wel een grote kwast. Dus het is, omdat het niet zo'n hele brede pen is, is dat een beetje lastig. Maar hij neemt gelijk heel goed op. Zoals je kan zien, hij is best wel intens. Dus ik vrees dat dit ook best wel intens gaat zijn op de huid. Of vrees. Nou ja, dat is op zich niet echt om te vrezen. Het is natuurlijk wel heel mooi, maar... Je moet hem wel een beetje blenden. Maar ik vind hem op zich wel heel mooi. Ik vind ook eigenlijk één laagje gelijk al wel genoeg. Ik denk wel dat ik hem even er opnieuw in moet dippen. Dat zie ik wel. Maar hij is best wel intens. Ik probeer even de spiegel van jullie weg te houden. Want dat lijkt natuurlijk heel erg af. Ik vind hem eigenlijk wel heel mooi. Net wat ik zeg, ik vind hem na één keer aanbrengen echt genoeg. Nou, dan ga ik de highlighter ook gelijk aanbrengen. Dat is dus dan deze. Die breng ik ook aan. Ik ben benieuwd of die net zo intens is. Hij heeft een beetje een gouden ondertoon, zoals je kan zien. Moet bij je passen. Ik breng deze een beetje hier aan. Hier dip ik wel wat meer in, want ik zie dat deze wel iets meer opbouw nodig heeft als bijvoorbeeld de blush. Maar ik vind hem eigenlijk naar één laag of twee laagjes vind ik hem ook wel goed, want ik hoef ook niet een glimworm te worden. Zeg, je ziet hem wel. Ik hoop dat het voor jullie ook goed overkomt. Maar ik zie hem zelf in de spiegel echt wel terugkomen. Doe een beetje op het puntje van mijn neus. Veeg ik hem ietsjes uit naar boven. Prima. En dan op het cupidoboogje van mijn lippen. Ik zie hem zelf wel echt mooi terugkomen. Nogmaals, ik hoop dat het voor jullie ook goed zichtbaar is. Maar ik vind hem zelf wel, wel heel mooi. Zowel de highlighter als de blush. Dan gaan we nu ook gelijk door naar de ogen. Zo, ik heb jullie een beetje ingezoomd zodat we de ogen kunnen gaan doen. En even kijken. Ik ga... beginnen met deze kleur, de roze. Die ga ik aanbrengen op in de arcadeboog. Even een kwastje te pakken. Ja. Oké. Die ga ik gewoon een beetje zo aanbrengen. Hij neemt best wel goed op, moet ik zeggen. En hij is wel heel mooi, want ik zie hem meteen wel echt tot z'n recht komen. Ik hoop dat het voor jullie ook goed zichtbaar is. Ik zie hem meteen, dus ik vind dan twee lagen is ook wel weer genoeg. Dat is eigenlijk al wel prima. Dan wil ik voor het overloopje wil ik gaan voor deze kleur, die hier in de hoek. Dus dan ga ik die ook eventjes aanbrengen. Ik weet niet of, of deze donkerder gaat zijn dan de kleur die er nu op zit, maar dat gaan we wel zien. Maar ik zie hem wel.
Al maakt het niet heel veel verschil, deze twee. Ik denk wel dat de roze wat meer overheersend is. Maar het maakt op zich niet heel veel uit, want ik ga het zometeen met elkaar blenden. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie zelf deze collectie ook al hebben gespot. Of dat je er misschien al wel benieuwd naar was, nadat je persberichten had gezien. Ik zet trouwens altijd persberichten die ik binnenkrijg op mijn blog neer. Mocht je die nog niet kennen, er staat een link van in de beschrijving. Ik vind twee laagjes voldoende, dan ga ik het weer blenden. Hij is wel mooi zacht, vind ik zelf. En dat vind ik in de arcadeboog soms wel mooi. Het ligt er net aan waar ik zin in heb. Hij heeft niet heel veel te blenden nodig. Omdat er niet heel veel harde lijnen in zitten. Dus dat is prima. Dan ga ik aan de Outer V deze donkere kleur aanbrengen. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Wauw, die zie je echt heel goed. Oh, die ziet er wel echt heel mooi uit. Deze heeft wel veel te blenden, zie ik nodig. Want ja, hier zie je wel echt meer die harde lijnen. Maar goed, blenden doe ik sowieso altijd. Ik vind hem wel heel mooi. Er was trouwens ook nog een kwastencollectie in deze... Een kwastensetje in deze collectie verkrijgbaar. Die heb ik zelf niet gekocht. Want ik hang meer aan mijn eigen kwasten. Maar dat was wel echt. Die was dan meer voor de highlighter volgens mij. En voor de blush. Deze gaan we natuurlijk ook weer blenden. Deze zal iets meer te blenden nodig hebben. Omdat hij dus inderdaad wat meer hardere lijnen heeft. Maar ik vind hem wel heel mooi. Ja, ik vind hem wel echt super leuk. Op het bewegende ooglid ga ik voor de eerste kleur uit het palet. Een beetje een goud kleurtje. Ik hoop dat jullie hem heel goed kunnen zien. Al lijkt hij op de camera meer roze, heb ik het idee. Vreemd. Maar oké. Ik pak hem op met mijn kwastje. En dan gaan we die op het bewegende ooglid aanbrengen. Gewoon voor dat extra effectje. Ik moet wel zeggen, hij lijkt goud, maar op mijn ogen is hij meer rozeachtig. Dus de ondertoon klopt niet helemaal. Maar ik vind hem wel heel leuk. Ik vind het wel echt een hele leuke look. De kat die gaat er ook aan snuffelen. Ik weet niet of het een geurtje heeft hoor, deze producten. Ja, het ruikt volgens mij wel. Ik ga eens even ruiken, want als die kat eraan ruikt, dan zal het wel ruiken. Ja, ruikt een beetje naar vanille. Goed, dan is dat klaar. Dan ga ik even op de binnenste ooghoeken en het wenkbrauwbot ga ik deze kleur aanbrengen. Dan pak ik altijd een vrij dun kwastje voor, omdat ik zoiets heb van, ja weet je, dat moet toch een beetje een dun laagje zijn. Wauw, die is echt heel mooi. Laat het echt lekker weer wat meer opschijnen, zeg maar. Zo, eventjes erlangs. Ja, leuk. Ik vind hem zelf heel leuk. Wenkbrauwen had ik al gedaan, dus dat is top. Dan zit de ooglook erop. Dit is hem dan. Ik vind hem echt super leuk. Ik ga hem eventjes afmaken met een oogpotlood, eyeliner en een mascara. En dan laat ik even zien hoe het er dan uitziet uiteraard. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan ziet hij er zo uit als hij is afgemaakt met mascara, oogpotlood en een eyeliner. Ik vind hem zelf heel leuk. Het is ook heel leuk om hier bruine kleuren bij te pakken. Dus bijvoorbeeld een bruine eyeliner, een bruin oogpotlood en dan gewoon een zwarte mascara. Maar ik vind hem zelf wel heel leuk geworden, dus ik ben er wel heel blij mee. Nou,
Nou, dan gaan we eventjes de lipproducten natuurlijk uittesten. Ik ga beginnen met de lipliner. Die zal ik ook even met jullie swatchen. Dit is een lipliner die je omhoog kunt draaien. Dat vind ik zelf altijd heel fijn. Want deze hoef je dus niet te slijpen. Dit is de pigmentatie die hij heeft. Dus ik ben zelf wel heel benieuwd. En ik zal daarnaast ook gelijk eventjes lipgloss swatchen. Zodat we kunnen zien of de kleuren echt goed met elkaar matchen. Maar daar ga ik eigenlijk wel van uit. Dan heb je ze eventjes zo bij elkaar. En dat ziet er dan zo uit. Dus ik vind het wel heel leuk. Dus ik ben heel benieuwd. Dus laten we deze even gaan aanbrengen. Zo, ik heb jullie uiteraard even wat ingezoomd op de lippen. Zo. Oké, ik ga dus beginnen met de lipliner. Hij gaat er heel smooth overheen. Je zou er ook voor kunnen kiezen om je lippen helemaal hiermee in te kleuren. Ja, ik vind het leuk. Ik vind hem er leuk uitzien, moet ik zeggen. Hij glijdt echt heel makkelijk over mijn lippen heen. Heeft gelijk een mooie kleur die hij achterlaat. Ik vind het eigenlijk wel heel erg tof. Dus die vind ik geslaagd. Nu gaan we ze inkleuren met de lipgloss. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ga ook even ruiken of dat hij daadwerkelijk ruikt. De mentos vind ik wel overheerst. Ik ruik een heel klein beetje vanille, maar de mentos overheerst wel. Zo, ik vind ze wel leuk uitzien. Ik vind het wel een leuke combinatie. Ik zal eventjes ook mijn haar even gaan doen. En dan kom ik uiteraard bij jullie terug. En dan laat ik ook even zien hoe de scrunchie eruit ziet als die in je haar zit. Zo ziet het eruit als ik de scrunchie heb aangebracht. Ik krijg hem er niet vaker omheen dan 2 keer. Maar ik vind hem wel heel schattig staan zo. Dus ja, ik vind hem wel leuk. Nou, de eindconclusie van deze collectie. De nagellak vind ik niet per definitie een aanrader, maar daar ben ik duidelijk over geweest wat ik daarvan vond. Dus die zou ik niet per se aanraden. Lipgloss vind ik heel leuk. Hij prikt wel. Je voelt hem echt wel een beetje prikken. Dus als je niet zo van mental bent, is het misschien niet zo handig. Ik zie ook niet echt dat hij mijn lippen wat voller laat lijken of zo. Maar ik vind de kleur wel heel leuk. De lipliner vind ik ook echt fantastisch. Voelt lekker aan, brengt makkelijk aan. Dus die vind ik echt geslaagd. En dit palet vind ik ook echt super leuk. Dus die vind ik ook echt wel een dikke aanrader. Leuke look, mooie highlighter, mooie blush. Dus prima. Scrunchie vind ik dus heel leuk. Maar voor mijn haar is het 2 keer dus de max. En met dunner haar zul je hem er vaker overheen krijgen. Ik ben in ieder geval wat dat betreft wel weer enthousiast over deze collectie. En ik ben eigenlijk benieuwd wat jij van de collectie vindt. Wat je ervan vindt, hoe het is geworden uiteindelijk. Of je hem al hebt gespot en omdat je misschien al spullen hebt gekocht. Omdat het een collectie is die je zal laten liggen. Laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video te mogen zien. Doei!